Hallo, ik ben Lisbeth van Dress Me. Ik ontwerp en maak kinderkleding. Voor die kinderkleding maak ik gebruik van tweedehands t-shirts en nieuwe materialen en die combineer ik. Ik werk heel graag met tweedehands kleding, omdat ik het gevoel heb dat kleding tegenwoordig bijna een soort wegwerpartikel is geworden. Er zijn heel veel goedkope merken op de markt die je kunt aanschaffen, een paar keer kunt dragen en dan weg kunt gooien omdat het toch niks heeft gekost. En dat vind ik ontzettend jammer. En op deze manier geef ik zo'n kledingstuk weer een nieuw leven. Ik heb in het verleden bij confectiebedrijven gewerkt, ook als ontwerpster. Dat was heel erg leuk, maar eigenlijk vind ik dit leuker omdat ik nu het hele traject door kan lopen van ontwerp naar uiteindelijk product en daar de volledige controle over heb. Ik vind kwaliteit heel belangrijk. Ik wil graag een goed product afleveren. Voordat ik het kledingstuk maak, selecteer ik de tweedehands materialen zo goed mogelijk uit. Ik zorg ervoor dat er geen vlekjes meer in zitten of gaatjes en dat de kleuren nog mooi helder zijn. Ik probeer een kledingstuk voor ongeveer de helft te laten bestaan uit tweedehands materiaal en de andere helft uit nieuw materiaal, zodat het er fris en nieuw uitziet. Als ik een kledingstuk in elkaar zet, dan zorg ik ervoor dat het netjes genaaid is natuurlijk, maar ook dat het gewoon tegen een stootje kan. Dat het goed rekbaar is, dat het een stevige steek heeft, dat het na het wassen niet scheef trekt, dat het niet krimpt. Deze kan verstuurd worden.